Bart! Ik zal wakker worden! Holy shit, man. Ja, we moeten ons avontuur verder. Ik slik me dood, joh. Ja, we hebben niet de hele dag de tijd om te slapen. Oh, het lag wel lekker, dat bed, zeg. Ja, ik ben wel blij dat we even hier hebben geslapen. Wat hoorde ik? Wat is dat? Hé, het raam is hier! Het raam is ingeslagen! Dude! Wat? Je zei het al, dit is een val, dit is een val! Wie is daar? Wie is daar? Er zit een val, volgens mij zit een val, ik zweer het! Volgens mij is het ook... Wacht eens even. Ik ben koning van je navel, laat je zien of je zult sterven! Meestal werkt dit wel. Heb je Empire man bij? Nee, fuck! Ik heb vergeten! Man, hoe vergeet je die nou? Gast! Jij bent de eigenaar van Fort Forland, jij... Moet... Oké. Ik hoorde weer wat! Oké, weg hier! Oké, we gaan niet weg. Let's go! We gaan hier gewoon weg. Ik ben de bewaker! Mijn god, ik ben bang. Door het water heen, wacht even. We moeten hier proberen erop te komen. Ja, oké. Okay. Nee, dit is het einde van mijn leven. Sla dit weg! Wat ben je pussy aan het doen, man? Oké. Ik ben... Oh, nee. Ik heb toch meer vertrouwen in Meinert. Oké, we slaan het kapot. Ja, tuurlijk, altijd Meinert. Ja, Meinert is... Maar wees Meinert nu dan? Meinert is tenminste een soldaat. En jij bent dan het janken als een kind zonder speen. Doe, staat er iemand. Er stond daar iemand. Nee, dat is al waanzin. Er stond daar iemand. Ik zag daar iemand lopen. Waanzin. Volg me. Hey, oh! Ah, ik zag iemand! Wie is dat? Wie was daar? Kom, we pakken hem. Ja, ik weet niet waar die is. Doe, staat hier. Oké, schieten. Hier, ik ga je vermoorden. Hier, kom wapen. Oh. Waar is die? Daar is die. Daar. Hier, ja. Wacht eens even. Doe je masker af. Nu. Hallo. Wat? Hallo. Wat? Een idioot, man. Wat? Deed je dat expres om ons te laten schrikken of zo? Ik moest van Dennis hier naartoe komen en ik struikelde en ik viel met mijn hoofd in een pompoen, oké? Waarom sla je dan onze ramen in? Ik moest wel dingen slaan, ik wist niet waar ik liep. Hoe kom je nou weer aan een pompoen op je hoofd? Ja, ik struikelde, oké? Stelletje idioten, Bart is gewoon hartstikke bang en jij loopt met een pompoen op je gezicht en je kan niks meer zien. Hey, ik ben niet bang voor niemand. Ja, dat merken we. En zo. Oké, maar luister, Meinert, je hebt zeker ook niet echt heel veel meer informatie gekregen van Dennis. Nee, Dennis zei dat ik hier naartoe moest komen. Meer weet ik niet. Ja, we zijn dus op zoek naar een speciale object of zo. Bert zegt dat we er heel rijk van kunnen worden. En we moeten naar de kust van Vistara. En ik meen het, als Dennis weer onzin heeft verspreid, dan gaat hij echt dood. En dan ga ik hem nog een keer naar Fort Forland sturen. Maar ja, we moeten dus op zoek naar de kust van Vistara. En wat voor voorwerp was dit dan? Ik heb geen flauw idee, maar ik moet het met eigen ogen zien, volgens die gast. Maar wat kan het zijn dat jij met je eigen ogen moet zien? Ja. Wat kan het zijn? Wat denk je dat het is? Ik weet niet. Ik heb echt geen flauw idee, ja. Misschien een andere Empire Wand of zo? Dat zou wel leuk zijn. Dat zou wel mooi zijn, want... Dat zou leuk zijn. Ik bedoel, Raftigar is steeds sterker aan het worden, hè? Oké, loop door. Ik bedoel, hoe zou Dennis dan... Waarom gaat Dennis eigenlijk niet mee? Dennis is gewoon een pussy. Ik snap die Dennis niet. Ik snap er gewoon niks van. Nee, ik ook niet. Volgens mij, ik weet niet hoor, maar ik heb het gevoel dat in mijn hele leven Dennis al meerdere keren mij heeft willen doden. Ja, volgens mij ook wel. Ik denk niet dat hij jou met opzet wil doden. Ik denk dat het eerder vaak ongelukjes zijn die te vaak voorkomen. Oké, spring. Wacht, je hebt hier een Ender Pearl. Hier. Ja, die heb ik niet. Oh. Ja, nou hier wel. Hier ook. Ja, dank je. Oké, hoor. Zijn we klaar voor? Nee, wacht. Ik heb hem niet! Ik weet niet waar die ligt. Hier, nog eentje. Hier, daar ligt hij. Waar? Daar. Voor je. Oh ja, ik heb hem, oké. Ja, yeah! Oh, dat is pijn. Ik ben er. Jongens, dit is wel het kustgebied, dus zou Dennis hier het over hebben? Ik bedoel, maar hier zit toch geen schat of zo? Nee, ik bedoel, wie verstopt hier al überhaupt een schat? We zijn wel een heel groot vakantiehuis. We zijn al... Hey. Ja? Wacht eens even. Wacht! Wat is dit? Ken je dit? Ik herken dit. Ah, de zuster is hier misschien nog. Niet de ramen inslaan, dit is het gekkenhuis. Dit is het Jenava gekkenhuis. Oh. Oh, wacht, hier heb ik van gehoord. Yep. Hier moet ik de mensen naartoe sturen die in leger weer gestoord aan het worden zijn. Wat staat hier? Maar het is helemaal... Eetzaal hier. Het is helemaal uitgestorven. Ik heb een paar mensen gemarteld, die zijn hier beland.
Hey, maar het is nu al echt al heel lang uitgestorven hier. Wauw. Ik vind het wel weer jammer. Eigenlijk, ja, het is gewoon zonde. Eigenlijk moet ik gewoon dit gekkenhuis gewoon weer leven inblazen. Maar hier ben ik ooit geweest en ben ik die zuster tegengekomen. En mijn... Wie? Ja, mijn broer. Mijn verloren broer, zeg maar. Nou, daar wil ik nu niet over praten. Heb jij wel niet, maar is hij hier nog ergens in de buurt dan? Of? Hij zat in dit gekkenhuis dus. En toen hebben we hem meegenomen naar Falmar. En hij is daarna weer zoek geraakt. En we hebben hem nooit meer tegengekomen. En ja, dus dit herinnering, ja, doet best wel veel pijn, zeg maar. Wat nou als hij terug is gegaan naar de plek waar jullie hem vandaan hebben gehaald? Wat nou als hij hier ergens in de buurt zit? Weet je, aan de ene kant interesseert het me ook helemaal niks meer. Die gast die was gewoon best wel gestoord en voegde helemaal niks toe. Ik bedoel, heel lang in mijn leven heb ik die gast nooit Oh ja, hier was het trouwens ook. Hier, recreatieruimte voor gestoorden. Wacht. Wacht even. Je bedoelt, is dat niet die broer die ook in het leger zou gaan? Ik weet niet meer wat hij wel allemaal wou doen, die gek. Ik heb namelijk gehoord toen er nog een opleiding was, dat die Mike, de vorige leider, zou ik maar zo zeggen, van het leger, dat hij net bezig was met hem, met het opleiden en zo. Ja, oh ja, dat probeerde hij inderdaad. Maar hij was nogal druk met visjes, komt er nu. Visjes? Ja, hij ging steeds bij het water staan. Visjes. Oké. Dat is niet echt goed. Ik kan het me ook enigszins wel voorstellen, want dit gekhuis ziet er allesbehalve gezellig uit. Ja, precies. Je wordt hier denk ik ook wel een beetje gek van als je hier zit. Maar ja, weet je, aan de ene kant, het doet me wel pijn om hier weer terug te zijn, maar aan de ene kant, ik moet heel eerlijk zijn, ik mis hem niet heel erg. En gewoon omdat... Maar het is je eigen broer, man. Ja, het is ook mijn eigen broer, maar ik heb hem gewoon een groot deel van mijn leven heb ik hem nooit echt meegemaakt, snap je? Ik ben hem kwijtgeraakt sinds dat ik weg ben gegaan bij mijn ouders. Ja, ik kan hier me voorstellen. Trouwens, als ik me herinner, was hier ergens een grot. Ja. Yep. Hier naar beneden. Oké, pak een torch. Ja, pak jullie torch erbij als jullie het hebben. Hier is een grot en hier ben ik... Graftiger was volgens mij, zat hier achter ons aan. Oké, we gaan even kijken of we waar we uitkomen. Wacht, laat mij maar even voorop gaan. Ik heb hier mijn... Ja? Ja, ik heb hier mijn zwaard bij me. Nou, dat is niet heel goed zwaard. Ik moet even... Hier ligt die schat toch niet ergens? Laten we eerlijk wezen. Maar we kunnen best wel kijken of hier nog iemand is of zo. Maar we kunnen wel kijken of we misschien nog iemand tegenkomen die wel weet waar het ligt. Ja, wie denk je hier tegen te komen? Het zit hier... Oh, hier! Het is helemaal... Wow. We hebben dat hier helemaal afgesloten. Oké, wacht, we gaan even terug. Wacht, kijk even in die kist. Ligt hier wat? Nee, hier is niks. Wacht eens even, was hier niet ergens een geheime ingang of zo? Want dat hebben we daar helemaal afgesloten. Dat kwam door Raftegar. Hier moet een geheime ingang ergens zijn. Meidert, mag ik mijn eten terug? Hé, wacht! Eten? We hebben hier een kist! Een kist, jongens! Een kist? Een kist! Hier! Kist. Ik weet niet of er wat in zat, net als hout, de andere, maar... Hout. Oké. Wat zit erin? Wat? Het hart van wie? Het hart van mijn... Gaat het? Oh my god! Het hart van mijn broer! Wat? Damme! Dude. Mijn broer is dood! Wat doet dat hier? Dit is dus de reden dat Dennis... Dennis dit? Gaat het? Ja, sorry. Je ziet er een beetje boos uit. Hij is helemaal gek aan het worden. Ik ga terug naar Paul en ik zal... Samal. Wat? Meekomen. Ik dood iedereen! Ik ga jullie doden! Bart, kom ik vermoed jullie! Bart, volg mij, ik wil jullie wegkomen! Ik kom achter jullie aan, jullie! Vermoed jullie, jullie wisten dit! Waar zijn jullie naartoe? Ik ben smal! Rustig blijven, we weten van niks! Bart, gewoon doorlopen, kom mee! Laat me niet hier achter! We kunnen hem niet achterlaten, het is ons eigen koning! Ik heb wel mijn Empire Wand! Ik heb hier wel mijn Empire Wand! Sterf allemaal! Jullie wisten dit! Wie zijn vuile ratten? Jullie zijn werken voor Dennis! En jullie hebben mijn broer vermoord! Pak die ene bro! Kom hier niet langs, je verdomde!
Doorlopen. Ik zal jullie krijgen. Jullie kennen mijn macht niet. Ah, daar zit hij. Jullie kennen mijn macht niet! Ik ben buiten. Hier! Jullie zullen sterven, jullie! Geef nou maar toe dat jullie hiervan wisten!